We gaan ze dan allemaal naar de lijn. Ja. Hij het belangrijkste is volgens mij dat je zo'n app op de voorgrond hebt. En hoor jullie niet als ik zelf aan de app ben. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Goedemorgen vanuit het Goffertpark in Nijmegen. We kijken hier naar het deelnemersveld bij de vrouwen voor een aanval op het record op de 5 kilometer hardlopen. We zien daar één man bij in het witte shirt, dat is Bram Som. Die loopt mee met de vrouwen, dat lijkt misschien opvallend. Maar Bram Som is een erkende haas op heel veel afstanden. Normaal op de baan meestal. Maar nu doet hij dat een keer hier in het Goffertpark op de weg met het vrouwenveld hier. En degene die misschien het meest in aanmerking komt om het record van 14:44, dat staat op naam van Sivan Hassan, aan te vallen, dat is Maureen Koster van Fanos. Zij komt uit Boskoop. Zij is een erkende lange afstandsloper, of middellange afstandsloper, 1500 meter, 5000 meter. En dat doen hier in totaal 8 vrouwen mee. En dan dus Bram Som als haas. Hij staat er aan de rechterkant dus in het witte shirt. Koster is de favoriet. En als we even kijken naar Gelderse deelnemsters. Nou, dan hebben we Marijke de Visser. Die komt oorspronkelijk uit Zeeland. Maar zij loopt voor team Zevenheuvelen. En hebben we nog ook Saskia Wijnands uit Gendringen die erbij is. We zien daar Maureen Koster al staan. Ze hebben allemaal een eigen plek waar ze mogen starten. Bram Som aan de rechterkant. We zien Maureen Koster daar in het midden. Het gaat waarschijnlijk bij de vrouwen om. En over 6 minuten dan starten ook de mannen. En daar is Mike Fopp uit Nijmegen de absolute favoriet. En hij wil dat record ook pakken. We zitten binnen een minuut van de start voor de vrouwen nu. Maar we zullen een man aan de kop zien in het begin. Dus Bram Som. Achter hem staat Marijke de Visser van Team Zevenheuvelen. En in het midden dus Maureen Koster. Zij mag als eerste starten. En Kim Dillon aan de linkerkant. Ook iemand die haar spoor al heeft verdiend. Ook in Nijmegen met de Marieke lopen. Daar heeft ze ook al eens gewonnen. En we zijn vertrokken hier in het Goffertpark in Nijmegen. Een rondje van 1250 meter. Dat wordt 4 keer afgelegd. En dan kom je dus in totaal aan 5 kilometer. Met Bram Som direct aan de leiding. En Maureen Koster die meteen in het spoor van Som, de haas, mee probeert te gaan. Het is een zogenaamde testrun. Het is ook een beetje om atletiek evenementen van straks een wat groter karakter uit te proberen van hoe gaat dat nou als je op deze manier wedstrijden loopt. In het begin en ook na afloop moet er heel zorgvuldig 1,5 meter afstand worden gehouden. Maar in een wedstrijd is dat natuurlijk niet aan de orde. Wat we zien Bram Som en Maureen Koster hier heel goed naast elkaar lopen. Geen 1,5 meter, maar goed in deze omstandigheden en buitenlucht. Laten we ons niet wagen aan de dingen die virologen daarover hebben gezegd en zeggen. Dit schijnt te kunnen en te mogen. Dit zien we tegenwoordig ook weer heel veel in de buitenlucht. Dat mensen samen rondjes lopen. Bram Som. Natuurlijk al een tijdje gestopt als atleet, maar dit is eigenlijk iets waar hij heel goed in is geworden. Hij heeft al menig hardloper aan een prachtige tijd geholpen door te hazen. Vaak op de 800 of 1500 meter op de baan. Dit is wat meer, 5 kilometer. Hij zal ook niet die hele 5 kilometer meelopen met Koster. Maar ik denk dat Maureen Koster heel blij is met Bram Som op dit moment. Want ja, dat is natuurlijk ideaal dat hij meeloopt. En verder, ja, als we naar achter kijken, zien we dat er al direct een gat is ontstaan. Dat was ik te verwachten. Want als je naar de persoonlijke records kijkt op deze afstand, dan heeft Maureen Koster een tijd staan van 15 minuten en 7 seconden. En degene daarachter met de beste tijd, die zitten allemaal boven de 16 minuten. We zien daar volgens mij ook Kim Dillon onder andere lopen, maar dat is al een groot gat. Eigenlijk zou ook Susan Crummins hebben meegelopen. Dit is Lotte Krause trouwens op de tweede plaats nu. De Limburgse. Nee, sorry, uit Uithoorn is zij. Dat zeg ik even verkeerd, uit Uithoorn. Zij loopt hier op de tweede plaats. De tandarts is dat, de lopende tandarts. Maar niet in staat om Maureen Koster erbij te houden. Het zal echt van Koster moeten komen alleen. Maar ze heeft dan natuurlijk een geweldige steun. Niet voor niets is dat zo geregeld aan deze Bram Som. De man oorspronkelijk uit de Achterhoek, maar al een tijd lang ook wonend in Arnhem. Over 4 minuten gaan de mannen van start. En dan is het een beetje zo gepland dat ze dan niet elkaar echt in de weg lopen. Want zij hebben, de vrouwen hebben dan net het eerste rondje erop zitten. En dan gaan de mannen van start. En ik denk wel dat de echte snelle mannen, met name Mike Foppen, dan de langzamere vrouwen wel zullen bijhalen. Dus dan krijgen we toch mannen en vrouwen door elkaar. Want dat is natuurlijk bij normale wedstrijden ook het geval. Ze konden niet allemaal tegelijk starten. Dat was te massaal. En ze hebben speciale
stippen bij de start neergelegd waar de atleten op moesten beginnen. Ja, Marijn Koster, we kennen haar natuurlijk. Haar beste prestatie leverde ze ooit op het EK Indoor in 2015, waar ze brons won. Heel veel Nederlandse kampioenschappen gehaald op diverse onderdelen. Herkende loopster op deze afstand. En haar tijd, ja, 15.07 is natuurlijk een mooie tijd. Maar ze zal toch nog 23 seconden sneller moeten zijn om het record van Sivan Hassan aan te vallen. Ja, ik had het al even van Susan Crummins uit Nijmegen. Het was oorspronkelijk bedoeld dat zij hier ook mee zou doen. Zij is natuurlijk op de 5 kilometer een internationale topper. En zij had dat record ook aan willen vallen, maar ze is niet helemaal fit. Ze zou hier wel aanwezig zijn om in ieder geval te kijken. Geen publiek hier aanwezig officieel, maar er zijn natuurlijk mensen die 's ochtends al een ommetje maken in het Goffertpark. En denken, ja, wat gebeurt hier? Toch eens even kijken. Het is natuurlijk toch wel interessant dat er ineens allerlei topatleten door Nijmegen lopen. Som houdt er een goed tempo in, maar we kunnen nog niet echt wat zeggen over de tijd. Dan moeten we eventjes de passages afwachten of het ook serieus wat kan worden. Maar ze moeten in ieder geval het echt van elkaar hebben nu, want er is al niemand meer op de achtergrond te zien. En we zijn hier voor het eerst over de finish gegaan. Dit is de start. De finish ligt ietsjes verderop nog. Dus. En hier hebben we de nummer 2, dat is inderdaad Lotte Kraus. En daarachter het groepje met onder meer ook Marijke de Visser van team Zevenheuvelen. Die loopt op de derde plaats. Kim Dillen daar sluit de rij van het groepje van 4. Maar die liggen al op een zodanige achterstand dat zij hoogstens nog misschien die tweede plek kunnen pakken. Maar derde is eigenlijk normaal. En dan zien we ondertussen de mannen al zo'n beetje klaarstaan daar. Het gaat allemaal om Mike Foppen. We laten nog even de laatste vrouwen hier passeren. Ik denk dat Vera de Vries van AV Horror, hele aparte naam van die club uit Sneek, daarbij zit. Maar dat was ook al voorzien dat er een paar duidelijk minder zouden zijn. Dat zijn deze twee. Maar nu komen de mannen naar voren. En daar met de haarband. Die mag helemaal vooraan starten, want die heeft nummer 1 bij de mannen. Hoewel er officieel geen nummers zijn, maar hij heeft wel start nummer 1 op de officieuze lijst van deze testrun, die we geen wedstrijd mogen noemen. Mike Foppen daar, uit Nijmegen, 23 jaar. Hij was bezig aan een fantastisch seizoen. Liep een geweldige wedstrijd in, ik dacht, Madrid. En toen 2 dagen later kwam hij ook nog even naar het NK Indoor. Daar pakte hij ook de titel op 3 kilometer. En in de coronaperiode heeft hij zich ook onderscheiden. Want Mike Foppen was goed voor een overwinning in de 5 kilometer coronarun. Die heeft iedereen individueel gelopen. En dan zijn die tijden allemaal geregistreerd. Daar was hij de beste in. En hij heeft ook nog een tijdrit gewonnen. Ergens in, ik dacht, in Zoetermeer. Waar men op de baan liep wel tegen elkaar met dan een halve baan ertussen. En dan was het een soort tijdrit-element. En ook daar was Foppen de beste. En de nummer 2 daarvan, die staat hier ook aan de start. Dat is Noah Schutte. We zien daar links Wassim Oumais uit Spanje. Want het is een internationaal evenement. We hebben ook een Belg, Yannick Michiels. Een IJslander, Hilnur Andresson. En dan hebben we nog de Zweed David Nielsen, winnaar van de Midwintermarathon vorig jaar in Apeldoorn. Dus die kent hier in ieder geval Gelderland ook goed. En rechts, dat is de Haas. Dat is Abdraman Mohamed. Ook een ploeggenoot van Mike Foppen. We gaan bijna beginnen, nog 10 seconden. Concentratie bij Foppen, want hij wil dat record lopen. En nou is het gekke, er is officieel geen Nederlands record op dit onderdeel op de weg. Dus, maar ze hebben wel gezegd, het moet in ieder geval een tijd worden die beter is dan de tijd die er officieus staat van Camille Maassen. En dat is 13.46. Maar Mike Foppen was dit seizoen al goed voor een betere tijd bij die corona-testrun liep hij 13.41 en die heeft hij gelopen op dit parcours. We zien gelijk Mohamed die als Haas de leiding pakt. We hebben dat net ook gezien hoe Bram Som dat deed. Dit is nu de taak van, en die zit hier ook gelijk op het horloge kijken. Dat is ook zijn taak om die tijd goed bij te houden. Mike Foppen daarachter. En dan de Spanjaard Oumais. We zien daar wat verder achterin David Nielsen lopen. En hier Noah Schutte onder andere en Michel Butter. Ja, er zijn goede Nederlandse toppers aanwezig hoor. Ook Benjamin de Haan is erbij. Benjamin de Haan is een Amerikaan die zich heeft laten naturaliseren gezien zijn roots tot Nederlander. Heeft lange tijd ook in Apeldoorn gewoond en op Papendal getraind. Maar tegenwoordig komt hij uit voor Rotterdam Atletiek. En aan de leiding dus. Ja, dat zullen we voorlopig nog wel even zien. Mohamed. En in zijn spoor natuurlijk Mike Foppen, de man om wie het hier echt draait. Voor hem is eigenlijk, kunnen we wel een beetje zeggen, deze recordpoging bedacht. En voor Susan Crummins, maar ja, zij kan helaas niet meedoen. Dus zal het van Foppen moeten komen. En wie weet of Maureen Koster ondertussen bij de vrouwen
ook goed bezig is. Maar dat kunnen we nu niet meer volgen. We concentreren ons op deze loop van de mannen. Foppe, natuurlijk een atleet in een geweldige ontwikkeling. Hij heeft op een gegeven moment gekozen voor de 5 kilometer. Die had hij ook, nou ja, daar zitten we ongeveer nu in die periode, willen lopen in Tokio. Hij was nog niet gekwalificeerd, maar gezien zijn ontwikkeling was het zeer logisch geweest dat hij die limiet wel had gehaald. Maar het is allemaal als en dan. Het is niet aan de orde. Het zal over een jaar hopelijk wel kunnen. We kijken even wie er achter hem loopt. En ik denk dat dat Noah Schut is, achter Foppe dan. Zo te zien, in het witte shirt. En er ontstaat al een klein gaatje bijna. Nou, er zijn nog wel wat mannen die het een beetje bijhouden. De IJslander Andersson zit er nog in ieder geval bij. En ook, dat is ook een man die we natuurlijk heel goed kennen, Richard Dauma. Richard Dauma, die ook een van de weinige wedstrijden die dit jaar gelopen zijn, in Gelderland ook nog, is de midwintermarathon, de 8 kilometer. Vol overtuiging op zijn naam schreef. Hij liep ook eind vorig jaar al een geweldige tijd op de 10 kilometer in Valencia. Daar evenaarde hij het Nederlands record. Ook nog aanwezig is Roy Hoornweg. Die loopt al ietsjes verder naar achteren. Maar die hebben we meegemaakt bij een van de edities van de Zevenheuvelloop als haast. Toen voor Joshua Cheptegei. En dat is de man die het wereldrecord heeft op deze afstand. 12:51. Dat is een tijd, daar zal Mike Foppe vandaag niet aankomen. Tenminste, je weet het nooit, maar die verwachting is er niet. Foppe mikt denk ik op een tijd van, ja, wat zal het zijn? 13:30 of zo. Ik denk dat hij dat al een beetje ambieert. Dat zou heel knap zijn. Dan heeft hij de tijd van Maassen, het officieuze record, ook te pakken. We zijn inmiddels bijna één rondje ver. En daar hebben we dan zo'n 3 minuten 20 over gedaan, als ik het goed heb uitgerekend. En als we dan even doorrekenen, dan komen ze, ja, best aardig uit. Dan zou het inderdaad wel het record kunnen worden. Maar er is nog een omvangrijke groep achter Mike Foppe en achter de Haas. Abdirahman Mohamed. Mohamed, ik weet niet hoe lang afgesproken is dat hij doorgaat, maar hij kan deze afstand zelf ook aan. 19 jaar is hij pas. Jong talent. Nou, dit is de afspraak. Het is nu al afgelopen voor Mohamed. Hij gaat nog wel de wedstrijd vervolgen, maar Foppe mag nu zelf het tempo maken. En dan is het volgens mij die Umais die nu met hem meeloopt. De Spanjaard. We zien Richard Dauma ook nog steeds voorin zitten. En volgens mij is dat de IJslander Andersson die ook heel aardig in de kopgroep zit. En misschien krijgen we nog wat meer zicht op de kopgroep zo dadelijk. Mike Foppe is een, nou mag ik zeggen, een beetje een schoenenfetischist. Hij krijgt heel vaak nieuwe schoenen en die post hij dan heel trots op zijn social media. Maar het is ook iemand die heel erg een man van details is. Iedere schoen voor alle omstandigheden. Terwijl eerst van de eerste vrouw, ik had het aangekondigd dat dat zou gebeuren, wordt hier al ingehaald. En je ziet het enorme verschil in tempo. Prachtige omstandigheden in het Goffertpark. Het is goed dat ze het om 9 uur 's ochtends doen, want het zou natuurlijk later op de dag erg heet worden. En dit is echt ideaal weer voor zo'n recordpoging natuurlijk. Nog niet te heet. Het ziet er ook heel mooi uit natuurlijk. En inderdaad, de laatste loop zoals bij de vrouwen worden ingehaald. En ik ben benieuwd of ze zelfs nog bij de nummer 1, Maureen Koster, kunnen komen. Maar die verschillen zijn toch wel groot. 2-3 minuten tussen nummers 1 en de nummer 8 bij de vrouwen, verwacht ik zeker. Terwijl Umais de leiding heeft genomen. En ik heb eigenlijk een beetje het idee, hij heeft hetzelfde shirt aan als Mike Foppe. Dat hij ook misschien wel een beetje is ingezet om vooral Foppe naar een uitstekende tijd te rijden. Of te lopen. Maar die Umais heeft zelf ook een tijd van 13:31 staan. Dus die kan er ook wat van. Dat scheelt maar 6 seconden met de beste tijd die Foppe ooit heeft neergezet. 13:25. Maar goed, dat is allemaal op de baan. Hè. Dat is niet op een weg geworden. 5 kilometer op de weg wordt niet zo heel vaak gelopen. Dat is vaak een 10 kilometer of een halve marathon. En zoals in Apeldoorn, die 8 kilometer die daar een behoorlijke reputatie heeft. Maar die Umais, die heeft er zin in. Die zet er een flink tempo op. We zijn nu ongeveer, even goed aan de tijd kijken, bijna 6 minuten onderweg. Dus over ruim 7 minuten moeten ze al binnen zijn. Daar zien we de camera van de NOS. Die beelden zijn vanavond ook daar te zien. Maar ook bij Omroep Gelderland in het nieuws. Een samenvatting van deze recordpoging van Mike Foppe. Het is niet de eerste officiële, of officieuze, hoe moeten we zeggen, wedstrijd, testrun die wordt gehouden in Gelderland, maar wel de eerste op de weg. We hebben op de baan in Nijmegen vrijdag wedstrijden gehad. We hebben al een paar wedstrijden ook dit weekend weer gehad op
Papendal. Met ook al goede prestaties van een aantal Nederlandse topatleten. Want iedereen is natuurlijk heel erg gespitst op dit soort wedstrijden. Normaal zitten de atleten nu in een enorm circuit in het buitenland. En nu zouden ze allemaal richting Spelen gaan, de toppers. Maar dat is niet aan de orde. We hebben een kopgroep van 3 ondertussen met Oemais, Foppen. En dat is volgens mij Noah Schutten die erachter loopt. In het witte shirt. Schutte is wel een beetje de concurrent van Foppen dit jaar ook geweest in die tijdrit dus. En ook bij dat evenement, of bij het NK op de 3 kilometer was hij ook iemand die goed meedeed. Maar die Oemais die heeft volgens mij zelf heel veel zin in. We halen de volgende hierin, dat is Kim Dillon. Daar had ik meer van verwacht eerlijk gezegd bij de vrouwen. Maar die is misschien wat minder goed uit de corona periode gekomen. Kim Dillon is ook bekend. Ja. Niet zo lang geleden ook moeder geworden. Heeft haar carrière een tijd lang wat geparkeerd. En is ook al behoorlijk op leeftijd. 37 jaar. Dan gaat de volgende. Die wordt ingehaald. Dat is volgens mij Saskia Wijnands uit Gendringen. Ik denk dat ze allemaal nog gaan zien. Dat misschien zelfs Foppen. Ja, 6 minuten. Dat is wel heel veel om in te halen op de allerbeste. Dat zal net niet lukken. Maar voor de rest gaan we ze bijna allemaal zien, denk ik. Oemais loopt weg van Foppen. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Of dat is om hem een beetje te stimuleren. Maar dat is wel apart natuurlijk. Daar NEC graffiti op een kastje daar. Een elektriciteitskastje te zien. Want we zitten hier ook vlak bij Stadion de Goffert. En inmiddels rijdt de motor ook al Marijke de Visser voorbij. Ploeggenoten van Mike Foppen bij team Zevenheuvelen. In Nijmegen trainen op de baan van Brakkestein. Dat is hier ook niet zo heel ver vandaan. Maar we zijn even met de motor flink uit vooruit. Waarschijnlijk op de finish van Maureen Koster te gaan bekijken. Dat zal niet mee van om daar nog bij te komen. Maar die zal niet zo lang meer op zich laten wachten. Want de vrouwen zijn 14,5 minuten onderweg. En het record is 14,44. Nou, ik hoop voor onze motaar, dat is een hele ervaren man, Wim Hageman, dat hij er nog bij komt. We zien daar op de achtergrond even de lichten van de Goffert inderdaad. En hier zijn we bij Maureen Koster. Ja, Wim Hageman kun je hem een boodschap sturen. Maar het slechte nieuws is voor Maureen dat ze dat record wel kan vergeten. Want had ze nu binnen moeten zijn. Ze zit er flink doorheen ook. Dat horen we. Het is wel heel mooi om daar zo close op te zitten. Dan kun je ook horen dat een atleet echt dat het allemaal niet vanzelf gaat. Integendeel. Maar het wordt toch een hele aardige tijd volgens mij. Ik denk dat ze er bijna zijn als ik zo die pionnetjes zie. Maar een record wordt het niet. Ze heeft een record op de baan staan van 15.07. Daar komt ze ook niet aan. We gaan kijken of we precies de finish kunnen zien. Nou, die lijkt daar ergens te zijn. En we klokken af voor Marijn Koster. Ze wint hier in 15.24. Daar zien we Alexander van der Velde. Van de Zevenheuvelenloop is hij de grote man. Maar nu ook de man achter deze testrun. De winnares. Maureen Koster, 15.24. Dat is een hele aardige tijd. Maar goed, het zit 40 seconden boven het record. Maar dat record is in handen van Sivan Hassan. Ja, dat is natuurlijk toch van een andere categorie. Dat is de absolute wereldtop. Maureen Koster heeft vaak met Hassan aardig kunnen concurreren. En daar hebben ze Suzanne Crummins met zonnebril en blonde haren. Die gaat waarschijnlijk misschien wel eventjes prijzen uitreiken of iets dergelijks. Nou, even kijken wie de tweede wordt. En of ze nog voor Mike Foppen zitten allemaal. De mannen zijn ondertussen natuurlijk ook op komst. En ja, daar is die Oemais. Die Oemais loopt gewoon echt weg bij Foppen. Nou, dus alle andere vrouwen zijn ingehaald door Foppen en consorten. Foppen wordt hier voorlopig op achterstand gezet door die Spanjaard. Dat had hij niet voorzien, denk ik. Dan kan hij nog steeds wel het Nederlands record lopen. Met in zijn kielzog nog altijd ook Noah Schutte. Maar Oemais, dat vind ik bijzonder verrassend. Dat hadden we niet voorzien. We hadden eerder bijvoorbeeld misschien Richard Dauma verwacht als concurrent voor Foppen. Of Yannick Michiels, die Belg, David Niels van de Zweed. Maar het is dus deze man, een Spanjaard van net 20 jaar. Met, als ik naar zijn naam kijk, ongetwijfeld Marokkaanse roots. Dat zie je heel veel, dat Marokkanen in Europa gaan lopen en dan zich ook laten naturaliseren. Veel Belgische Marokkanen. Maar we gaan nu op zoek, denk ik, naar Foppen. We zitten achter Oemais en als de motor ertussen mag, dan is er afstand, want anders kan dat niet. Dus dat is toch bijzonder verrassend wat hier gebeurt. En kan Mike Foppen nog terugkomen? Ja, we weten heel weinig van de voorbereiding en van de tactische zaken. Want ja, alles was allemaal het grootste geheim.
Maar ja, die Umais heeft dezelfde auto als Foppe aan. Dus dat is dan iets van een teamgenoot of in ieder geval dezelfde sponsor. Dus daar moet een verband in zitten. En misschien was hij gevraagd om, terwijl we daar Abdirahman Mohammed zagen. Die heeft zijn shirt al uitgedaan. Die heeft als Haas zijn werk gedaan de eerste ronde. Maar toen nam deze man het over. En deze man ging dus gewoon harder dan Foppe. 23-jarige Nijmegenaar heeft voorlopig het nakijken. Zal die flink van balen. Maar goed, de tijd, daar gaat het ook om. En zijn tijd is allemaal leuk en aardig. Maar het gaat om de tijd van Mike Foppen. We zijn nu bijna 12 minuten onderweg. We zitten in de laatste ronde van de vier. En de tijd moet dus zijn iets van, ja, laten we 13:46. Dat is dat, die tijd die komt al uit 97 van Camille Maassen. Maar die wordt national best genoemd. Een nationale beste tijd, dus geen officieel nationaal record. Deze tijd wordt erkend, ze hebben het bij de Atletiekunie aangevraagd als een officieel Nederlands record. Maar dan moet hij wel onder die tijd zijn, dat is een beetje afgesproken. Want ja, er staat dus wel een tijd. Het is allemaal een beetje improviseren in deze tijd van het jaar met de corona nog. Officiële atletiekwedstrijden nog niet mogelijk. Die komen er wel. Het NK bijvoorbeeld over ruim een maand zal gehouden worden in Utrecht. Daar zal Mike Foppen ongetwijfeld ook aanwezig zijn, maar dan zal hij de 5 kilometer lopen. Deze man komt hij dan niet tegen, Umais. En daar zal hij blij om zijn, want hij is op dit moment dus gewoon sneller dan Foppen. We gaan het laatste stuk in. En we zijn nu 13 minuten onderweg. En kijken of dat record er komt. Zo dadelijk langs de start. Die was hier. Daar zien we die stippen. Startplekken. En dan het laatste stuk voor deze verrassende winnaar van deze 5 kilometer testrun in het Goffertpark. Wassim Umais uit Spanje. Daar gaat hij op de finish af. Wordt een geweldige tijd. Het wordt voor hem ook een persoonlijk record. Hij heeft 13:31 staan. En hij komt nu op, ja, ik denk dat hij op 13:20 komt. Maar waar blijft Mike Foppen? Hier komt Mike Foppen. Oh, dat is toch teleurstellend. Het is wel een record, maar ik denk dat hij wel een beetje bepaald niet gewonnen heeft. 13:28 officieus. En dan komt met 13:33 Noah Schutte. Dan is dit, denk ik, Dauma. En die IJslander. En die zitten zo rond de 13. Ja, wat zal het zijn? 40, 45 ergens, die hoek. Kijk wat hier nog binnenkomt. Hier is Dauma volgens mij. Maar in ieder geval Umais hier als winnaar, de Spanjaard. En Foppe tweede in 13:28 officieus. Hier komt Mohamed Ali. Ook van Nijmegen Atletiek, de man uit Kuik. Maar de winnaar is een Spanjaard. Wassim Umais. Hij verslaat Mike Foppe. Mike Foppe loopt, laten we even gokken dat het inderdaad 13:28 is geworden. Dat zal misschien nog aangepast worden. Hier Marijn Koster, de winnares bij de vrouwen in 15:24. Dus kijken wie er nog meer tegenkomen. Oh, is geen 1,5 meter eventjes daar bij Mike Foppe trouwens. Daar zijn ook allerlei afspraken over gemaakt. Nou, dat is even dan goed. Om dat te zien dat het toch niet altijd wat of het moet familie zijn. Maar ja, ik weet niet wat er heeft. Dit zijn niet per se dingen die gebruikelijk zijn. Dat moet toch voorkomen worden volgens de regels. Maar goed, we zien die voetballers dat ook allemaal doen. Dus waarom mogen atleten dat niet? Ja, laten we hier niet een boa uithangen of zo. Gewoon maar kijken wat er gebeurt. En ik kon toen nog wel met Mike mee. Maar daarna... Maar Wassim Umais, dat is hier de winnaar. Ja, geniaal. Met zijn coach, denk ik. 13:20, geweldige tijd. Die had Foppe ook graag gelopen. Goed, Foppe 13:28. We gaan ervan uit dat hij in ieder geval wel een Nederlands record heeft gelopen. Dat hij in die opzet is geslaagd. We zien daar daarachter met de blonde haren Suzanne Crummins. Die toch, denk ik, met een beetje zuur gevoel hier staat. Want ze had veel liever gelopen natuurlijk. Ook voor haar lang geleden dat ze een echte wedstrijd heeft gelopen. Maar het zat er niet in. En hier het Spaanse onderrondje met Wassim Umais. Ik denk dat hij zelf ook een beetje aangenaam verrast is. Er is een of... Kijk, hier is Mike Foppen die hem toch keurig komt feliciteren. Nummers 1 en 2 hier in deze testrun in het Goffertpark. 13:20 en 13:28. En ja, Foppen krijgt hem toch in handen het nationale record. En hij heeft ook een Spaans record gelopen. Umais. Dus nou, dan is het toch een dubbel feestje hier. En is het evenement in die zin helemaal geslaagd met de twee records. Mike Foppen dus nationaal recordhouder vanaf nu op de weg
op de 5 kilometer. En aangezien die 5 kilometer op de weg niet zo heel vaak wordt gelopen, de topatleten, zal hij dat record misschien nog wel even in handen houden. Tenzij ja, we weer een vervelende corona-periode krijgen en alleen dit soort dingen mogelijk zijn. Maar de testrun is op naam geschreven van deze Spanjaard. En de tweede plek voor Mike Foppe. 13.28 is die tijd van Foppe. En zijn tijd was 13.20. En voor de volledigheid het podium. Noah Schutte, derde met 13.33. Tijden allemaal officieus. Die zullen straks nog officieel bekend worden. Maar dit evenement zit erop. En is in die zin geslaagd dat de records zijn gelopen. Toch nog heel veel mensen hier op afgekomen uiteindelijk. Maar wel vooral veel atleten. En sportliefhebbers en coaches. Ook daar allerlei regels voor wat er wel en niet mag en kan. Hier nog even de winnares bij de vrouwen, Marijn Koster, die dus niet in de buurt van het record kwam. Maar goed, wel heel knap gelopen heeft. Lange tijd geholpen door Bram Som als haas. Daar de haas bij de mannen. Abdirahman Mohammed. Maar dat ging maar één rondje, want het ging gewoon te hard. En die Umais nam over. Misschien was het ook wel zo dat die Umais overnam met het idee van, ja, ik heb niks aan deze haas als ik een record wil lopen. Dat gebeurt soms ook, dat atleten gewoon te hard lopen voor de haas. Goed, we gaan afsluiten hier in het Goffertpark. We sluiten af. Met daar nog even Marijke de Visser rechts in beeld met het zwart-rode shirt. Even leuk om deze geluid nog mee te pakken. Een hond die aan de lijn hing. Schrikken ze dan er ook een beetje van onderweg. Ja, mensen zijn hier gewoon aan het wandelen en stuiten ineens op een hardloopwedstrijd. En de honden weten ook niet wat er gebeurt. Daar is nog een nationaal record op de achtergrond. Dat is van David Nielsson, de Zweed. We hebben hem niet binnen zien komen, maar ik denk dat hij in dat groepje zat van rond de 13.40. David Nielsson had een tijd staan van 13.49. De winnaar van de midwintermarathon vorig jaar in Apeldoorn. Dit jaar deed hij niet mee, maar hier dus wel aanwezig. En nou, hij start dan ook goed zijn seizoen weer, de herstart, met een nationaal record. Daar eventjes wil ik ook noemen, daar met het gele hesje. Dat is de man die het allemaal zo prachtig in beeld bracht onderweg. Wim Hageman met de geweldige sprint op de motor nog naar Marijn Koster. Die we nog net hebben zien finishen. Maar goed, we hebben dus drie nationale records. Het Spaanse record voor de winnaar Umais. Het Nederlands record voor Mike Foppe uit Nijmegen. Die hier tweede werd. En nog een Zweeds record erbij ook. Dus al met al een succesvol evenement. Waar ze op terug kunnen kijken. Deze testrun in het Goffertpark. En ook tevens is het een hele goede pilot geweest. Zullen we hier nog even de nummer 3 op de grond zien zitten. Die zijn schoenen uitdoet. Noah Schutte. Al met al een goede test voor komende atletiek evenementen op de weg. Ik denk dat er de komende weken meer van dit soort evenementen zullen komen. Want de kalender voor atletiek is nog altijd vrij leeg. Het gaat zo in augustus weer echt opgestart worden met onder andere het NK. We sluiten hier af. Drie nationale records. Een Spaanse winnaar bij de mannen.